vandaag een gesprek met Brian Muntslag over het Friends and Family Benefit Xmas Celebration, welke plaatsvindt op maandag 19 december. We hebben begrepen dat er grote artiesten ook bij betrokken zijn, zoals niemand minder dan Kenny B en ook nog Tante S. Dag, meneer Muntslag. Hoe gaat het met je, girl? Het gaat. Vertel ons erover, wat houdt dit precies in? Kijk, Jurgen en ik die hadden al enige tijd plannen om samen op de bühne te verschijnen. De hele tijd. En dit jaar was ik in Nederland en op een gegeven moment, weet je, toen zaten we. Wat gaan we doen? Ik kwam op het idee om een kerstconcert eigenlijk te geven. Dat was in principe het eerste idee. En aan de ene kant, op een gegeven moment kwam op het idee van, weet je wat. Niemand doet echt wat tijdens kerst, behalve natuurlijk de verschillende instanties die dat traditioneel doen, om echt wat te doen qua entertainment voor de seniorenburgers en kinderen die het een beetje moeilijk hebben, dus dat kinderthuizen. En toen kwamen we op het idee van, weet je wat, laten we een Christmas event doen. Weet je, het is all about love in Christmas. Laten we dat doen tijdens kerst en dan geven we dit een benefit karakter. En eigenlijk is zo het idee gekomen. Dat wordt allemaal op maandag 19 gedaan. Maar hoe gaat het allemaal in zijn werk? Dus maandag 19 december. Het wordt dus in Assyria gehouden. Het Assyria Event Center. En dan zullen uiteraard Tante S. Tante S die is eigenlijk met pensioen. Hè, maar ze heeft besloten dus om echt wel mee te werken aan dit event. Je weet, zij en Jurgen Rijman zijn heel erg goed bevriend met elkaar. En ze heeft dus besloten om naar Suriname te komen om ook deze seniorenburger, ze is zelf ook seniorenburger, warm hart toe te dragen. Zij zal er dus zijn en Jalisa Jade, dat is de dochter van Jurgen Rijman. En Emily Carteridge, dat is een van de meest getalenteerde zangeressen van dit moment. Soms een beetje in de schaduw, maar ze heeft een geweldige stem. En we hebben een beroep op haar gedaan om ook te verschijnen, om haar ding te doen. Hoe kan het ook anders? Rashidi Sanchez, dat is echt een nachtegaal. Geweldige nachtegaal. En zeker wanneer ze Ave Maria zo zingt. Dat zal ze dus onder andere op die avond ook ten gehore brengen. Rashidi komt ook met een kinderkoor. En ik sprak al over een kindertehuis. En vandaar dus dat zij daar ook aanwezig zal zijn met haar koor. En je zal natuurlijk ook een dansgroep hebben. Het karakter, we hadden het net over het karakter. Het zal eigenlijk een soort family karakter hebben. Weet je, een huiselijk karakter. Waarbij eigenlijk de interactie tussen ons als artiesten en de mensen die daar aanwezig zijn, heel erg smal is. Yeah. En dat is eigenlijk het karakter. Oké, okay. Kenny B is er ook, toch? Pardon? Kenny B is er. Ja, Kenny B is in principe dus niet in 19 december, dus in het programma. Want hij heeft dus zijn eigen theatershow. Dus ik spreek hem later om te kijken dus of hij ook de gast zal zijn. Kenny B die heeft op 28, 29 en 30 zijn eigen theatershow. En daar gaat hij dus een verhaal vertellen hoe het komt dus dat hij Kenny B is geworden zoals hij dat nu is. En dat verhaal is vrij ingrijpend, want je moet je voorstellen dus dat hij tijdens de Binnenlandse Oorlog ook een aandeel had in dat geheel. Hoe is dat allemaal te pas gekomen en wat heeft hem gemaakt tot Kenny B nu? Ja, goed. Maar hoe bekostigen jullie dit allemaal? We hebben bevriende bedrijven en instanties hebben we benaderd om eigenlijk dit voor te leggen. En ik mag niet jokken, het enthousiasme was groot. Omdat er, ja, gezien de economische omstandigheden in Suriname, waar alles echt heel erg moeilijk gaat. En waarbij bedrijven ook niet klaarstaan om te sponsoren tegenwoordig, zelfs voor advertenties. Moet ik toch wel zeggen dat men best wel enthousiast was om ons te ondersteunen. Verder is het ook zo dus dat seniorenburgers, die krijgen een VIP-tafel. Dus aan een zomaar. En laat me een voorbeeld geven. Als je dus daar 5 seniorenburgers daar zit, dan krijgen zij dus een VIP-behandeling zoals je dat zou krijgen. En die tafel wordt dus gesponsord. Die tafel wordt dus gesponsord door een bedrijf. Zeg maar, Trarica wil sponsoren. Ze willen
$1000 of $2000 sponsoren, dan sponsoren ze eigenlijk die tafel voor die 4 of 5 senioren burgers. Dus het krijgt eigenlijk een heel ander karakter dan we commercieel gewend zijn. Ja. Maar hoe kan de samenleving, je hebt nu over het bedrijfsleven gesproken, kan de samenleving ook participeren aan dit project en hoe kunnen ze dat doen? De samenleving kan natuurlijk participeren, omdat er, we hebben dus bijvoorbeeld nu een tweede kindertehuis bij. En die zal dus ook participeren in het geheel, althans participeren in de zaal zijn. En dat komt vanwege het feit dus dat er personen zijn dus die kaarten kopen. Dus als je een kaart koopt, 1000 SRD bijvoorbeeld, dan draag je eigenlijk al bij aan het benefit karakter van deze avond. Omdat de gelden dus ook rechtstreeks naar de kindertehuizen gaan. Ja. Bovendien is het ook zo, dus elke 1000 SRD die je bijdraagt, die gaat rechtstreeks in principe naar zo'n kindertehuis. En uiteraard, als je zelf niet wil komen, ik ken zeker 2 personen die hebben gezegd, weet je wat, Brian, ik wil niet komen. Of ik kan niet komen, maar ik heb hier wel bijvoorbeeld 10.000 SRD. Ik wil 10 kinderen laten komen. En die zijn dus in principe gegaan. En die 10.000 SRD gaat ook rechtstreeks naar een thuis. Okay. Goed, mooi. Is er tot slot nog iets dat je aan de mensen wil meegeven? Nou, Christmas is, it's all about love. It is all about giving. En niet alleen dat we dat alleen tijdens kerst moeten doen, maar dit is wel het seizoen. Mijn dochter zegt altijd, ik kijk echt uit naar kerst, want het lijkt alsof iedereen blij is. En dat is ook wel waar. En in het kader daarvan wil ik gewoon een ieder oproepen, omdat wij ook andere mensen blij willen maken, gezien de huidige omstandigheden in het land. Want Gail, mensen hebben het heel erg moeilijk. Ontzettend moeilijk. En hebben mensen het moeilijk, ik kan je zeggen, dat de instanties het nog moeilijker hebben. Zeker weten. En ik ben zeker ook geweest dus naar bepaalde instanties. En je schrikt ervan hoe moeilijk zij dat hebben. Nou, willen we ze daar ook geen mooie dag toe wensen? Een mooie kerst. Niet alleen die avond, maar natuurlijk ook de dagen daarna. Probeer deze mensen te steunen door een kaartje te kopen. Een kaartje kost slechts 1000 SRD. En misschien een beetje pittig voor de rest, maar you're giving back. You're giving back to kids en de ouderen vandaag die ons ook hebben gesteund in de voorgaande jaren. We hebben zo gesproken met Brian Muntslag over het Family and Friends Benefit Celebration, welke op maandag 19 december plaatsvindt. En u kunt als samenleving dus ook een bijdrage daaraan leveren. Brian Muntslag heeft precies uitgelegd hoe je dat kan doen. En je geeft daarmee ook terug aan een groep die meestal vergeten wordt. We danken ook trouwens Sorarica dat we de gelegenheid hebben gehad om hier op het prachtige pooldek dit interview te mogen doen. Dit was Gail Eyck, Sunweb TV.